Door afval te scheiden verminderen we de hoeveelheid restafval dat verbrand moet worden. Al het restafval gaat naar afvalverbrandingscentrales. De verwerking veroorzaakt veel broeikasgassen. Restafval verbranden is ook nog eens erg duur. Recyclen heeft dus een positief effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Als PMD-afval niet goed wordt aangeleverd, kan het niet verwerkt worden. Correct aanleveren van PMD-afval is daarom belangrijk. Controleren of je het goed doet, doe je door je af te vragen: is het verpakkingsmateriaal van plastic, een verpakkingsblik of een drankkarton? Is de verpakking leeg? Heb ik het in een doorzichtige zak gedaan? Als je de zak zo in de PMD-container doet, dan ben je goed bezig. Heb je bedrijfsafval? Dat mag dus nooit bij het PMD van de gemeente. Hey mensen, dit kan niet. Dit willen we echt niet in het PMD-afval. Dit hoort er niet in. Dus dat gaan we niet meer doen. Om een goede indruk te krijgen of PMD-afval schoon is, kan het ook gewogen worden. En restafval is al snel 2 keer zo zwaar dan PMD-afval. Daarom geeft wegen een goed beeld of PMD-afval schoon of vervuild is. Als er geen grote vervuiling te zien is, kan er alsnog veel restafval in de PMD-verpakkingen zitten. Zo kan 1 volle fles olie een hele lading PMD-afval vervuilen. In donkere vuilniszakken is het PMD-afval moeilijk te controleren. Vaak blijkt er in donkere vuilniszakken meer restafval te zitten. Mede daarom is het vanaf 1 januari verplicht om doorzichtige zakken te gebruiken om het PMD-afval aan te leveren. Of een beetje vervuiling van het PMD-afval erg is? Jazeker! Veel kleine beetjes vervuiling leiden tot PMD-afval wat niet te recyclen is. Kijk hier maar eens naar het verschil. We hebben allemaal een rol bij het scheiden van afval. Het begint ermee dat iedereen zijn eigen afval goed scheidt en op de juiste manier aanlevert. Op die manier maken we een stap naar een meer duurzame toekomst voor onszelf en komende generaties. Samen kunnen we veren mooi en schoon houden.